Ja, goedemiddag allemaal. Als je het verhaal van Marco hoort, zou je kunnen afvragen wie nou een strategie heeft om in schoenenwinkels te investeren en daarmee door te gaan. En dat is nou juist wel onze strategie. We zijn net geïntroduceerd als een succesvol bedrijf. Ik zal jullie hopelijk een beetje laten zien dat we dat zeker zijn bij de consument. Maar we zijn ook een beursgenoteerd bedrijf. En daar zijn we op het moment iets minder succesvol. En ik hoop dat ik jullie een beetje kan aangeven wat onze strategie is naar de markt toe. Maar ook hoe we die strategie weer rendabel willen maken. Want dat is onze grote uitdaging. Ik wil ook even toelichten welke schoenen jullie net voorbij zijn gekomen. Of eigenlijk welke dames jullie voorbij zijn gekomen in onze schoenen. De schoenen en de accessoires waren van ons. De heel sandal die jullie zagen is van Invito. En dat andere schoentje wat jullie zagen is van Scapino. Beide €69. Dan zou je denken, dat is wel goedkoop voor Invito en wel duur voor Scapino. Maar wat je in deze markt ook ziet, is dat de consument eigenlijk veel meer zoekt naar echte waarde. En waar die waarde dan verkocht wordt, maakt die consument eigenlijk niet meer zoveel uit. En dat schoentje wat jullie zagen is een diabetesschoen. Die is goedgekeurd door het Diabetesfonds. En is dus een schoen die past bij mensen die de eerste stadia van diabetes hebben. En ik hoop, moeten we eigenlijk aan de dames vragen, dat de schoen er toch nog enigszins modieus uitzag. Ondanks alle aspecten die nodig zijn om zo'n schoen te ontwikkelen. Mag ik even een heleboel cijfers laten zien? Ik ga u niet te veel vermoeien met cijfers. Ik ga u vooral aangeven hoe wij met die ontwikkelingen omgaan. Ik wil ons wel heel kort voorstellen. We hebben een flink aantal formules. En heel veel mensen zeggen tegen ons, jullie hebben te veel formules. Die vraag kun je straks ook gewoon stellen. Maar ik hoop dat ik in mijn verhaal kan uitleggen waarom we dat hebben. We hebben nu nog zo'n kleine 1000 winkels. En 12 webshops in de Benelux en de UK. En 25% van alle schoenenkopers in Nederland kopen schoenen bij ons. Je ziet dat de afgelopen jaren dat aantal wat koopt sterk afneemt. En dat heeft eigenlijk gewoon mee te maken dat er te weinig vernieuwing in de markt is. Dus het is niet alleen een aspect van recessie. Het heeft ook te maken met dat er te weinig vernieuwing is. Ik denk dat dat voor heel veel retailers geldt. En dat heeft er weer mee te maken dat we steeds defensiever worden. Dat we steeds meer producten willen kopen. Je zult maar inkoper zijn in deze markt. Want dan koop je de producten waar je zeker van weet dat die verkopen. Nou, weet je wat je dan krijgt? Dan krijg je een heleboel van ongeveer dezelfde producten. En dan krijg je een hele smalle markt. En dan krijg je dus per definitie ook een afnemende markt. Want ondanks de prijsoorlog die in schoenen ook geldt, is toch het volume afgenomen. Dus met prijs alleen gaan we het zeker niet redden. Dat is denk ik heel duidelijk. Een heel belangrijke is dat wij 33% van al onze kopers zijn cross-channel kopers. Dus we hebben een overmatig deel aan de mensen die en online en in fysieke winkels kopen. En dat is een heel belangrijk aspect. Dat is zeker een van de grootste onderdelen van onze strategie. Die mensen besteden meer en we zien ook dat de trouw van onze consumenten enorm aan het toenemen is. Dus het afgelopen jaar hebben we veel klanten gewonnen. Maar het besteedbaar inkomen wat zij gebruiken aan schoenen en bij ons gebruiken is ook toegenomen. Met name ook bij die cross-channel kopers. Onze omzet is 78 miljoen en we hebben zo'n 10.000 medewerkers. Dat geeft ook al iets aan hoeveel medewerkers wij nodig hebben om dat soort omzet te draaien. Het is in het verleden is dat anderhalf keer zoveel geweest voor de gemiddelde retailer. Nou, ik zei al, we zijn succesvol in het ene en niet zo succesvol in het andere. Waar we heel succesvol in zijn geweest het afgelopen jaar is een marktaandeel. We hebben in alle formules hebben wij fors marktaandeel gewonnen. En niet door hele moeilijke dingen te doen, eigenlijk door hele simpele dingen te doen. Door onze prijzen iets te verlagen, door meer diepte achter onze voorraad te leggen. Door artikelen die verkopen bij te kopen en door artikelen die niet verkopen snel mogelijk afscheid te nemen. Dat klinkt heel simpel, dat was vroeger ook al retail en dat is nog steeds. Dat is niet veranderd. Wat wel veranderd is, hoe de consument daarop reageert en hoe we er geld aan moeten verdienen. Dat is echt fundamenteel veranderd. Maar hier zien we dus dat we enorme groeicijfers hebben doorgemaakt in al onze formules. Met name ook in de formule als pro, maar dat heeft natuurlijk ook wel te maken met de trend dat de sneakers op dit moment enorm hot zijn. We hebben niet alleen in alle kanalen en bij alle formules gewonnen, maar we hebben ook, en dat doet me heel erg veel plezier, in alle leeftijdscategorieën gewonnen. Wat jullie rechts zien is de totale schoenenmarkt in Nederland. En de kleurtjes geven aan of in die leeftijdscategorie het volume gegroeid is, of het ongeveer stabiel gebleven is, of dat het afgenomen is. Nou, je ziet dat er best een aantal rode bollen zijn. Wat heel erg veel zorgen moet geven aan de schoenensector, is dat de categorie van 12 tot 19 minder schoenen gekocht heeft dan het jaar ervoor. Ja, dat is wel de toekomstige consument. Het is nu wel een consument, maar het is ook de toekomstige consument. Nou, in ieder geval hebben wij in alle categorieën gewonnen. Of zijn we gelijk gebleven. Nou, hoe gaan we dan om met die markt? Ons programma heet Rebalancing for Profitable Growth. We groeien al, we groeien fors, maar we groeien niet rendabel genoeg. Dat is onze grote uitdaging. En we hebben dat eigenlijk op vier pilaren gebaseerd, die strategie. Allereerst, wat we veel te weinig gedaan hebben de afgelopen jaren,
Want wij dachten, net als de meeste van de retailers, denk ik, van de recessie gaat wel over. En ik heb vandaag alweer 3-4 mensen horen zeggen van, nou, het wordt toch wel eens tijd dat die markt weer terugkomt. En waarschijnlijk komt het wel weer goed. Ik kan je één ding beloven, het komt niet goed. Die markt, er komt alweer een markt, maar de markt die we kwijt zijn, komt nooit meer terug. Ook niet in schoenen, maar ook niet in jullie sectoren, denk ik. Maar wat we dus te weinig gedaan hebben, we hebben de recessie proberen uit te zitten. En gekeken naar, ja weet je, we investeren maar wat minder, we doen wat minder voorraad, wat minder marketing. En op een gegeven moment komt die markt wel weer terug. Nou, die komt dus niet terug. Dus je moet heel hard investeren in je bestaande formules. En dat hebben wij gedaan. Links zien jullie de nieuwe Manfield, we hebben er nou 12 van. Die is echt extreem succesvol. Dan moet je denken aan groeicijfers van 40%. Daar kun je ook van zeggen, hè? Want anders krijg je de vraag straks toch. Ja, als je heel lang niet geïnvesteerd hebt en je doet eigenlijk wel wat, ja, dan komt natuurlijk dat soort groeicijfers. Maar niet van 40%. Dus je ziet echt dat we met die Manfield iets geraakt hebben bij de consument wat anders is. En eigenlijk is het heel simpel. We hebben alle voorraad de winkel ingehaald. Iets wat van tevoren verteld wordt, moet je nooit doen op dat niveau, want dan lijkt je op een discounter. Nee, de fact is dat ons personeel continu in de winkel is. Dat ze continu klanten kunnen helpen. En als ze een schoen moeten pakken, kunnen ze even achter zich die schoen pakken. Ik kom zelf uit een kruideniersgezin. Zo werd vroeger koffie en suiker verkocht. En dan kwam iemand en zei, ik moet suiker. Dan pak je zo'n bakje en dat deed je in een zakje van tasje. En dan namen ze mee. Nou, zo verkopen we daar schoenen. Rechtsboven zien jullie Pro. Pro is een concept waar we heel sterk in geïnvesteerd hebben. En Pro is niet zo'n hele grote formule. Maar doordat wij Pro hebben, hebben wij de hoogste segmentatie bij Nike, bij Adidas, bij New Balance. Wat we ook weer kunnen gebruiken voor onze andere formules. Dus het is niet per se dat je alleen maar grote ketens, grote winkels nodig hebt om succesvol te zijn als groep. En rechts beneden zien jullie de eerste nieuwe Brantano. Die zijn we nu nog aan het ontwikkelen. Dit is nog een mock-up. En ook daar gaan we veel meer naar de lokale markt terug. En veel meer beleving in onze winkel creëren. Brantano is onze formule in België, voor degene die niet weet. Nou, waarom dan zoveel formules? Onze markt is de Benelux. Dat was die ook niet. Hè? De UK hoorde ook bij, daar kom ik straks nog even op terug. Maar we hebben gezegd, onze markt moet de Benelux zijn. En waarom kiezen wij voor één markt? Omdat in deze wereld, omnichannel, waar je moet investeren en op internet, en in winkels, en in je producten, en in je keten, dat kun je niet op alle markten tegelijk doen. Een alternatieve strategie zou zijn geweest dat we zeggen, we kiezen voor één van onze formules en we leggen die over heel de wereld of heel Europa neer. Dat was het alternatief. Nou, we hebben heel bewust gekozen van, wij willen alles weten van de schoenenkopende consument in de Benelux en die gaan wij bedienen met al die formules. Het is wel cruciaal dat die formules allemaal een eigen plek hebben en niet op elkaar gelijken. Nou, ik gaf net al een voorbeeld aan wat in de markt gebeurt. Ook wij moeten daar heel erg voorzichtig mee zijn. Dat we niet te veel van hetzelfde gaan verkopen. Dat is een van onze uitdagingen waar we op dit moment heel hard mee bezig zijn. Nou, de andere pilaar was ons shopconcept. En wat gebeurt er nou in die winkel? Als fysieke retailers willen overleven, ook in de cross-channel tijd, dan zul je unieke waarden in je winkel moeten creëren. Dan zul je dingen in je winkel moeten doen die meer zijn dan alleen maar een product verkopen. Want dat kun je ook op internet. Nou, dit zijn 3 voorbeelden. Het eerste is Perfect 3D. We hebben een systeem, dat hebben we zelf mee ontwikkeld met een partij in Slovenië, waardoor iedereen de voeten kan laten scannen, 3D, driedimensionaal. En doordat je die voet gescand hebt, weet je precies de pasvorm en we meten elke schoen die in onze organisatie komt. Dat hebben we in België al gerealiseerd, in Nederland gaan we dat nog realiseren. Dat is trouwens een heleboel werk, want dat betekent elke schoen in elke maat die binnenkomt, moet je meten. Maar dat is de enige manier om zeker te weten dat de schoen past bij de voet. Ik zal je een klein geheimpje vertellen. Als jullie schoenen kopen, dan is de kans dat de maat klopt bijna nihil. En vaak kan de afwijking op die maat tot 1,5 maat gaan. Dus als je maat 42 koopt, kan dat een 43,5, maar net zo makkelijk een 40,5 zijn. Dus jullie zullen vast wel eens gevoel hebben gehad van, nou, ik had toch een 41 en hij zit niet goed, of een 39. Dat heeft daarmee te maken. Dus wij gaan de consument helpen om altijd de juiste pasvorm te vinden. Wat ons natuurlijk enorm gaat helpen, ook met retouren, ook op internet. Maar dan ben je nog niet klaar. Dan zul je toch daar een loyaliteitssysteem achter moeten zetten. Want het blijkt namelijk dat sommige mensen willen hele strak zittende schoenen hebben. En sommige mensen willen loszittende schoenen hebben. Dat los je dus niet op met techniek. Dat los je alleen maar op door de aankoophistorie van die consument vast te leggen. Nou, dan hebben wij het geluk dat we heel veel aankopen hebben bij heel veel formules. Dus op een gegeven moment gaan wij alles, en dat doen we al, alles registreren wat de consumenten wel eens kopen. We weten daardoor de fijne pasvorm, wat de consument prettig vindt. En dat kunnen we matchen met onze schoenen. Op termijn zijn we ook aan het ontwikkelen dat mensen ook de schoenen die al gekocht hebben op die manier kunnen opladen in ons systeem. Door die combinatie te leggen met in de winkel scannen en op internet opvolgen wat de aankopen zijn, kunnen we een unieke cross-channel propositie opleveren. En dat is dan alleen nog voor de volwassenen, want voor kinderen kun je dit ook gebruiken om niet alleen te meten, maar ook te voorspellen hoe de voeten gaan groeien de komende tijd.
En als je dat weet, heb je ook weer een reden om met de consument te communiceren. Dan zeg je namelijk, mijn kind is 3 maanden ouder geworden. We zagen toen al dat het na 3 maanden gaat knellen, die schoenen. Dus u bent toe aan nieuwe schoenen. Maar mevrouw, als u niet toe bent aan nieuwe schoenen, kunt u misschien ook voor uzelf komen kijken. Dat zijn cross-channel oplossingen die wij nastreven. Midden staat Intresa. Wij zijn ooit een keer begonnen in al onze wijsheid met Intresa als een alternatief op Zalando. Nou, Zalando verloor toen heel veel geld en wij ook. Dus dat was niet de oplossing. En we hebben gelukkig een aantal jaren geleden beslist om Intresa veel meer te gaan gebruiken als een startplatform. Om naar schoenen te gaan zoeken die niet alleen online te krijgen zijn, maar ook in fysieke winkels. Dus als je nu naar Intresa gaat, krijg je het breedste aanbod van schoenen die en online en in fysieke winkels te krijgen zijn. Dat bestaat namelijk helemaal niet. En op Intresa hebben we ook de optie om te kiezen van, dit is de schoen die ik wil en dit is de maat die ik wil. In welke winkel kan ik die gaan ophalen? Want heel veel mensen willen toch gewoon naar een winkel gaan om op te halen. En kunnen ook reserveren. Dus dat is ook een optie in onze cross-channel aanpak. Ja, die Zalando bijvoorbeeld niet kan. Of Amazon ook niet. En een derde, een hele simpele. We hebben in al onze winkels, in ieder geval bij Manfino, bij Dolce's al, een impregneermachine. Ja, hoe moeilijk kan het zijn? Dat is niet anders dan het spuitbusje wat jullie zelf gebruiken. Wat heel veel nadelen heeft, wat ook vlekkerig werkt. Daar hebben we een klein machientje voor, kost 3,99. Kom je in de winkel, hebben we ook exclusief. En die schoen is gewoon beschermd met een veel langere levensduur. Dat zijn allemaal dingen die je alleen in een fysieke winkel kunt. Dus daar investeren wij heel erg op. Ik begon al met, we zijn succesvol naar de consument, we zijn niet succesvol in ons rendement. En dat komt door de waardeketen. In schoenen is het nog steeds zo, ik exageer het wat, dat je 2 keer per jaar een collectie koopt, dat je die volledig naar je toe koopt, dat je die voorraad neerlegt en dan maar hoopt dat het gaat verkopen. Nou, als het dan niet verkoopt, zoals vanaf het vorig jaar, een beetje september, ja, dan verlies je bakken met geld, dan moet je dus producten gaan afprijzen, de goede producten heb je niet, dat gaat dus niet meer. Dus waar we heel erg mee bezig zijn, is met onze leveranciers en zelf ook in het Verre Oosten, om die keten compleet anders aan te pakken. En dat begint helemaal vooraan bij de consument door met klantenpanels te werken. En door schoenen die we aan het ontwikkelen zijn, meteen te vragen aan de consument van wat vindt u ervan? Wat vindt u van de prijs? Wat vindt u van het volume? En we zijn nu stappen verder aan het gaan om tegen de klant al te zeggen, ontwerp samen met onze schoenen. En teken daarop in. Dat is eigenlijk allemaal heel simpel als je erover nadenkt. Het regelen ervan is wel nog heel moeilijk. Maar dus hier zit onze grootste winst naast wat we naar de consument aan het doen zijn. Nou, als je dit dan allemaal optelt, dan kun je dat, daar begon ik al mee, niet voor alle landen. Dan kun je dat niet voor alle formules. En daarom hebben we gezegd, we moeten de focussen. Dus we gaan ons helemaal richten op schoenen. En we verkopen Quantum, we verkopen Nea, wat ook een van onze bedrijven was in Braces. En we verkopen Engeland. Niet omdat Engeland niet diezelfde potentie heeft, maar we zijn gewoon niet groot genoeg. We hebben niet genoeg investeringskracht om in al die landen actief te zijn. Dat is onze strategie. Ik denk dat die vrij simpel is. En ik geloof ook heel erg dat moeilijke uitdagingen simpele oplossingen nodig hebben. Dus ik denk dat wij het hebben. En ja, dan rest me alleen nog om af te sluiten, zowel het verhaal van Marco als van onszelf. Als je nou zegt, wat zijn nou de takeaways van dit verhaal? Veranderen is een proces. Ik geloof totaal niet, en dat is lastig als beursgenoteerd bedrijf, in 1 grote oplossing die alles gaat redden. Ik geloof heel erg dat het allemaal kleine dingen samen zijn die de oplossing brengen. Maar ga wel uit van feiten. We hebben allemaal een buikgevoel, we zijn allemaal ook consument. Maar ja, vaak blijkt de praktijk toch nog wat anders dan dat we gedacht hadden. Die diabetes-schoen was eigenlijk een gelukkig ongelukje, omdat we toevallig een schoen ontwikkeld hadden. En die bleek heel veel te voldoen voor diabetesmensen die al kochten. En toen zijn we pas gaan ontwikkelen. Nou, dat is een van onze grootste groeigroepen op dat moment. Dus het zijn kleine dingen die verschil maken. Ja, de cross-channel klantenreis centraal stellen, eigenlijk hoeven we niet te zeggen, maar dat is heel erg cruciaal in deze. Kijk niet alleen naar internet, kijk niet alleen naar internetomzet. Kijk ook hoe belangrijk internet is voor je traffic naar de winkels. Dat is gigantisch. Ik weet niet wie van jullie het meet, maar ga het meten. En zie alle kanalen als geheel. Dat is Dat is cruciaal en daar zijn we zeker ook niet goed in. Want het kan niet zo zijn dat je in een winkel komt, daar invult je e-mailadres en zegt dat je een alleenstaande man bent. En s'avonds een e-mail krijgt met aanbieding in kinderschoenen. Ja, ik zeg het eerlijk, omdat het bij ons nog gebeurt. En ik weet niet, hoeveel van jullie dat nog gebeurt, dat soort voorbeelden. Maar dat kan natuurlijk niet meer.